Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Uithof. We staan vandaag bij De Uithof. En hier hebben ze de racecars omgebouwd om op ijs te kunnen rijden. En dit is hem dan, de Echlem Firebird benzinecar. Het is Echlems eerste model met 200 cc, waardoor hij binnen 10 seconden zijn topsnelheid van 60 km per uur haalt. Dankzij de OHV-motor en de Honda GX200 is dit de meest bekende racekart-icoon van de wereld. Maar al deze dingen doen er voor ons niet toe, want wij gaan deze kart voor iets heel anders gebruiken. Hier hebben ze de karts aangepast om op ijs te kunnen rijden. Dankzij de verlengde wielbasis en de spuis op de banden is het mogelijk om op ijs te rijden met de elegantie van een schaatser. Ongelooflijk! Maar natuurlijk ga ik het zelf ook even proberen. In de kracht voel je gewoon door de baan dwars door het ijs eruit schuiven. En dat is echt ongelooflijk. Is zo krachtvol, dit is ongelooflijk. Je weet niet wat je hoort of meemaakt. Je voelt het! Je voelt hoe hard hij gaat! Je voelt het gewoon. De G-krachten die gaan door mijn lichaam heen. Je weet dat hij harder kan, maar ik mag het ook niet. Ja, gaat echt goed. Dankzij de banden, dankzij de spijkers op de banden, voel ik gewoon dat hij veel gladder gaat en ik ben dus heel veel tijd verloren. Maar dat is prachtig, joh. Je voelt gewoon de belading. Je voelt je gewoon. Ja, het is onbeschrijfbaar. Het is onbeschrijfbaar. Wat zeg ik? Het is niet te filmen. Dit is een van de beste karretjes die ik ooit in mijn leven heb gezien. En waarop ik heb ijs gekart. Het is ongelooflijk. Laatste ronde, dit is prachtig. Het is maar gewoon een normale schaatsbaan. Het is zo krachtvol. Je voelt het temperament in die auto zitten. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. Is het een van de meest bekende... Even opnieuw. Dit is de 200... Dit is de Echlem 200cc racecar motor keer 10 is 7.